Velen gaan ervan uit dat Staatsolie een grote olievondst zal doen. Dit is een misverstand dat de directeur van Staatsolie, Rudolf Elias, uit de wereld wil helpen. De grote olie-exploraties voor de kust worden niet door Staatsolie, maar door internationale oliemaatschappijen die op eigen risico naar olie zoeken gedaan, zegt Elias. Hij benadrukt dat deze grote maatschappijen de onderzoeken volledig financieren en dat Staatsolie helemaal niets hoeft te betalen. Maar als ze olie vinden. Dan mogen wij inspringen, zegt Elias. Voor 10, 20 procent datgene wat we met hen hebben afgesproken. Maar dat zijn gigantische fondsen die we, die we dan krijgen. Dat zie je aan Guyana. Wat ik in principe al heb gezegd is: wij moeten ons voorbereiden. Staatsolie, maar niet alleen staatsolie. Ook het bedrijfsleven moet zich voorbereiden. En de overheid moet zich voorbereiden over stel dat we dadelijk zo'n fonds hebben. En ik wil niet zeggen dat we die fonds hebben. In 2018 of in 2019, maar ook als we het hebben in 2020 of in 2021, is het goed als we ons vandaag al bewust zijn van de gevolgen van zo'n grote oliefonds. Hetzelfde komt in principe ook van Ghana en van enkele andere Afrikaanse landen die zeggen: zorg ervoor dat je voordat je die oliefonds hebt, die brede maatschappelijke discussie hebt. Wat willen we met die olie? Wat willen we met de inkomsten van die olie? Wat willen we met staatsolie? Wat willen we met het instituut? Willen we een deel van onze aandelen floten op de internationale wereldmarkt? Willen we een deel van de inkomsten in een welvaartfonds zetten? Willen we een deel conceptief gebruiken? Welk deel willen we dan gebruiken? Het beste is om dat vandaag te doen, die discussie in ieder geval op gang te hebben. En op het moment dat we zo'n fonds hebben, laat dat dit jaar zijn, laat het volgend jaar zijn, laat het in 2020 zijn. Ik ben ervan overtuigd dat zo'n fonds komt. Als die fonds er dan is, hebben we in ieder geval die discussie op gang gebracht. En kunnen we die discussie ook zonder al te veel emotie kunnen we die voeren? Volgens Elias zal niemand een idee hebben wat er met het geld gedaan moet worden wanneer er een grote oliefonds wordt gedaan. Zo'n fonds kan namelijk zorgen voor inkomsten van bijkans 3 miljoen US dollar per dag. Indien de discussie niet vooraf is gevoerd, zal iedereen een specialist worden, zegt de staatsoliedirecteur. Een andere vraag is volgens hem, wil Suriname participeren in de zoektocht naar de olie, Hetgeen het land heel snel 1 miljard US dollar kan kosten? We hielden de staatsoliedirecteur ook voor. De discussie omtrende de salarissen van de directies van staatsbedrijven, die volgens menig DNA-lid veel te hoog is. EDA zegt die discussies niet te volgen. De salarissen bij staatsolie die zijn. Competitief met de, niet alleen de Surinaamse bedrijven, maar we moeten natuurlijk ook concurreren met de buitenlandse bedrijven. Zeker nu er in Guyana olie gevonden is, moeten we ervoor zorgen dat we ons kader vasthouden. Zonder kader heb je niks. Je kan dan wel zeggen: ik betaal iemand minder en dan loopt hij maar weg. Maar als mensen weglopen, dan kunnen we niet meer produceren. We kunnen onze raffinaderij niet meer draaien. En we kunnen geen gasoline en diesel meer verkopen. En dat is het einde van staatsolie. Alles hangt aan mensen vast. Bedrijven zijn leuk en de naam van een bedrijf is leuk en de cultuur van een bedrijf is leuk. Maar in principe blijft alles mensenwerk. So, zonder mensen heb je in principe niets. En wij hebben onze mensen echt jarenlang opgeleid. En ik weet 100% zeker, dat weet ik gewoon, dat bijvoorbeeld Guyana nu aan onze mensen trekt. Want zij hebben niks. Guyana heeft nog niks. Wij hebben 35, 37 jaar olieindustrie. Zij hebben niks. Ik weet ook dat ze in, 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 in Curaçao en in Aruba. zijn ze bezig te kijken om die plans daar te. Te revampen en dat ze het weer draaiende krijgen. Ik weet dat ze ook naar onze mensen kijken. So, je moet ervoor zorgen dat je, je salarisstructuur dusdanig is dat je niet de best betalende hoeft te zijn, maar je moet er wel voor zorgen dat je samen met andere secundaire arbeidsvoorwaarden die je ze geeft, zoals opleidingen, kansen dat ze naar het buitenland kunnen uh, en dat soort dingen. Dan moet je ervoor zorgen dat je ze vasthoudt voor Suriname. Staatsoliedirecteur Rudolf Elias. Hij geeft tenslotte aan dat wij ons voor de komende jaren geen zorgen hoeven te maken om staatsolie.